Duitse plaats. Gaan we weer. Even een beetje rechtstellen. Zo. Gaan we vanaf Montfoort naar Valkenswaaij. Net even geladen. Volle bak. Zelf even gedaan. Ook wel eens lekker. Gewoon elektrisch pompwagentje. Twee pelletjes tegelijk. 32 euro'tjes erin. En nou ja, joh. Gaan we weer. Fietsende jeugd, gewoon lekker naar school toe. Dat is wel even geleden dat we dat gedaan hebben. Zo ruim 30 jaar geleden, denk ik. Ja, je hebt van die fietsroutes, hè, waar die scholieren allemaal langskomen. Veel in elk geval. Maar ik voel ook een hele pluk tegelijk, mannetje 40, 50. In de sleet, langs de snelweg, naar school. Weer of geen weer. Je moest. Niks elektrische fiets. Gewoon trappen. Fiets zonder versnellingen en gaan. Was je kapot als je op school aankwam? Ja, je bouwde wel conditie op toen de tijd. Tegenwoordig is er veel elektrische fietsen. Die zeggen dat alle kinderen dat hebben, maar veel wel. Meegenomen daar vandaan net, van het laadadres. Wat fijn als je ergens een bakje kan pakken. Kan niet overal, maar bij veel adressen is de koffie gewoon gratis. En bij de ene is het natuurlijk wat lekkerder dan bij de ander. Maar goed, een gegeven paard mag er niet in zijn bek kijken. Dat doen we dan ook maar niet. Maar de koffie die ik net had was lekker.
Zo, dan gaan we onder het viaduct door, rechtsaf de snelweg op, de A12 richting Den Haag. En dan gaan we de Bergouden af, over de Amaliabrug. Dat is de bedoeling, om op die manier te doen.
niet zo spraakzaam nu. Het is maandagochtend. En ik ben om 6:30 begonnen vandaag. Om 5:00 uit mijn bed. Best een zwaar weekend achter de rug. Dus ben ik een beetje van het bijkomen. Meestal een paar dagen. Ik heb niet overdreven gek gedaan. Ja, je krijgt af niet meer, hè? Dan voel je het wel. Maar goed. Dit werk kan je tijdens je werk nog een beetje uitrusten eigenlijk. Je zit nog lekker. Op het verkeer letten en uiteraard scherp blijven. Dat is ook wat dit vak vermoeiend maakt. Maar ja, aan de andere kant, als je bijvoorbeeld grondwerker bent en je hebt een zwaar weekend gehad, nou, geef ik je te doen op de maandagochtend. Scheppie en jij met je weer staat te kleutviolen ergens in de grond te graven of wat dan ook. Respect hoor. Naast de snelweg. Een mooie brug, de Amaliabrug. En daar gaan we overheen zo.
gast hier voor dat gouden aqueduct. De splitsing A12, A20. Die A20 is zeg maar tot aan Nieuwekerk aan de IJssel. Ja, of zo'n Moordrecht, Nieuwekerk aan de IJssel, meestal wat druk. Zowel 's morgens als 's middags. En dan komen we weer op Doelwijk aan. Verlicht donderen die auto. Verlicht laten donderen. Mag ik zelf doen, helaas. Zelf doen gaat het meestal een stuk sneller. Maar ja, dat mag niet. Mag niet overal. En als het leeg is, gaan we weer naar het volgende avontuur. Dus ik zou zeggen bedankt voor het kijken weer en tot de volgende rit. Doei.